Een bestelauto die donderdag 7 mei op weg was naar Hollandse Rading raakte op de hoogte van het benzinestation tussen Groenekan en Maartensdijk in brand. De bestuurder kon niets anders dan tegenover een tankstation parkeren, waarna de politie bij aankomst direct de hele Koningin Wilhelminaweg afsloot voor al het verkeer. De zwarte rookpluim was tot ver in de omgeving te zien. De chauffeur heeft zelf nog getracht de brand te blussen met een kleine brandblusser, maar dat mocht niet baten. Het kostte de brandweer ook nog wat moeite om de brand geblust te krijgen. Met extra water uit de tweede wagen was de klus snel geklaard.